Intussen de El Bibi een proefrondje. Is het een fiets? Is het een scooter? Het is volgens de makers de ideale elektrische fiets voor de forens. Deze is sneller, veel veiliger, 45 km per uur. Hij is elektrisch, maar je hoeft niet te fietsen. Dat kan dankzij energietechniek van satellieten die laag om de aarde zweven. We zijn hiermee begonnen met het idee dat er heel veel mensen zijn die eigenlijk veel liever fietsen. En dat de wereld er echt anders uitziet als een groot percentage van de leaserijders veel vaker fietsen. Ja, als je dat overal om je heen ziet, dat wordt natuurlijk geweldig. Ja, dan is er nog een andere belangrijke plek.